Er is weer Vakantiebeurs in de mooiste stad van Nederland. Ben je verhinderd of heb je het gemist, dan volgen hier een paar tips waar jij misschien naartoe kan gaan in 2018 of 2019. Let wel goed op, niet met je ogen knipperen, want het gaat razendsnel. We beginnen met Europa. Wil je nog een leuke stedentrip waar nog niet iedereen geweest is? Denk dan eens aan Polen. Heel veel steden kan je heel goedkoop heen. Ze hebben prachtige gerenoveerde binnensteden. Het is goedkoop, er is lekker eten. En er is meer dan Krakau en Warschau alleen. Je kan bijvoorbeeld naar Wrocław of naar Poznań gaan. Een andere leuke bestemming voor een citytrip is Riga, de hoofdstad van Letland. Prachtige binnenstad, heel veel verschillende soorten gebouwen. Een vleugje communisme, een vleugje modern hipster. De perfecte bestemming voor een weekendje. Gegarandeerd succes. Wil je een leuke roadtrip maken, denk dan eens aan Roemenië. Er zijn prachtige kastelen, er is prachtige natuur, er is van alles, van ijsgrot tot een zoutmijn waar een heel pretpark in gebouwd is. Op heel veel steden kan je goedkoop vliegen. Kortom, Roemenië is mijn tip voor 2018. We zijn in Afrika. In Afrika tip ik Namibië. Het land is heel erg in opkomst, dus zorg ervoor dat je er geweest bent voor iedereen er al geweest is. En voordat het helemaal overlopen wordt met toeristen. Het is veilig, je kan er heel goed zelf rondreizen, prachtige natuur. En je hebt geweldig wildlife wat je heel goed kan zien. En er is lekkere appeltaart. En dat is tenslotte eigenlijk de reden waarom we allemaal over de hele wereld heen reizen. Wil je meer weten over Namibië? Kijk dan even naar onze filmpjes met tips en de rondreis van Namibië. Heel veel ervaring met Afrika heb ik niet. Wat ik je wel mee wil geven is, probeer tenminste één keer in je leven op safari te gaan. Niets is leuker dan wildlife spotten in het echt in plaats van in de dierentuin. Niet voor niets luidt het wereldberoemde spreekwoord: je eerste neushoorn vergeet je nooit meer. Welkom in Zuid-Amerika. Ik tip Argentinië. Daar is werkelijk voor ieder wat wils. Van woestijn tot gletsjer, van appeltaart tot tango. Kortom een goede reden om te gaan, want er is altijd voor iets bij wat jij leuk vindt. In Midden-Amerika is Nicaragua in opkomst. Ik wil er snel heen. Ik hoop dat nog dit jaar te kunnen doen. Het is veilig en het is nog niet overlopen. Dus een goede reden om te gaan. Noord-Amerika. Daar is eigenlijk alles de moeite waard. De natuur is ongelooflijk indrukwekkend. Dus je kunt eigenlijk bijna overal heen gaan waar je wilt. Mijn geheime tip voor 2018, nu niet meer geheim, is Chicago. Het is een geweldige stad. De wolkenkrabbers zijn indrukwekkend. Het is de geboortestad van de wolkenkrabber. De sfeer is heel erg fijn. Mensen zijn heel erg vriendelijk. Je hebt het meer, je hebt de rivier. Je hebt er wel appeltaart, maar ze zijn vooral bekend om de stuffed pizza. Ik moet hierbij wel even waarschuwen. Chicago is bij mij elk jaar een tip, omdat ik nu eenmaal een beetje verliefd ben op Chicago. Of eerlijk gezegd moet ik zeggen, heel erg verliefd op Chicago. Wil je meer weten over Chicago, kan je even boven op het i'tje klikken. Als je meer wilt weten over andere landen, ook die niet besproken zijn in de video, vraag het hieronder. Als je een leuke idee hebt voor filmpjes, zeer welkom, laat het hieronder achter. En dan gaan we heel snel door naar het allerlaatste werelddeel dat we vandaag in het filmpje bespreken. We zijn in Azië. Azië is natuurlijk ontzettend groot, heeft ontzettend veel te bieden. Het is maar net wat je wilt. Wil je iets doen wat nog niet zo heel veel mensen doen? Of de gebaande paden? Ga dan eens naar Rusland. Rijd door Rusland heen of neem een Trans-Siberië Express. Thailand is heel erg mooi, maar ook vrij overlopen. Ben je een heimelijke sterrenkijker en heb je er altijd al van gedroomd om ooit eens naar een andere planeet te gaan? Dan kan je in China terecht. Verder blijft Vietnam natuurlijk altijd heel erg leuk. Ik vind het een heel prettig land om te zijn. Hoewel op de heel toeristische gebieden wordt wel ernstig geprobeerd om de toeristen op te lichten. Je kan daar ook bijvoorbeeld hele mooie kleren laten maken in Vietnam. Wat ook altijd leuk is, is Indonesië. Heeft heel veel te bieden. Je kan het heel toeristisch maken en naar het mooie Java en Bali gaan. Je kan het ook minder toeristisch maken. Bijvoorbeeld denk aan Sumatra of Sulawesi. Waarbij Sulawesi natuurlijk bekend is om zijn begrafeniscultuur. Super interessant. Bedankt voor het kijken. Kijk naar even onze andere filmpjes. Heb je vragen, laat het vooral achter. Reacties. Tot de volgende keer.